Op een robotbedrijf zijn de grootste energiegebruikers de compressor en de boiler. De Merlin M2 is erg energiezuinig in vergelijking met onze vorige robot die met perslicht werd aangestuurd. Besparen we tijdens een melking wel tot 30% van de energie. Perslucht proberen we tot het minimum te beperken door gebruik te maken van een elektrische besturing van de arm en van de borstelmotor. Voor de reiniging van de robot, en dat doen we door middel van een heet waterreiniging, adviseren wij de boer om het water in fases op te warmen. Maak in eerste instantie gebruik van warmteterugwinning, zodat het water altijd een bepaalde temperatuur is opgehoogd. Daarna kan door middel van een gasboiler of door een zonneboiler het water tot een temperatuur van tot 60 graden worden verhoogd. En tenslotte wordt door middel van een elektrische boiler de temperatuur van het water verhoogd tot 95 graden. Naast de compressor en de boilers heb je natuurlijk ook nog de melkpomp en de vacuumpomp. Door gebruik te maken van een frequentieregelaar op de vacuumpomp wordt het energiegebruik van de vacuumpomp tot het minimum beperkt. Nou, de M2 is duurzaam vanwege het lage energiegebruik en vanwege de beperking van het aantal bewegende delen. Er zitten geen draaiende delen onder de koe. We hebben alle draaiende delen verplaatst naar in de kast. En dat betekent dat de draaiende delen in een schone omgeving zitten. Waardoor de slijtage op de draaiende delen tot het minimum is beperkt. Maar daarnaast is de M2 ook helemaal gebouwd van roestvrij staal. En ook robots van 10, 15 jaar oud die van inox geproduceerd zijn, zien er nog steeds goed uit en functioneren ook nog steeds goed.